Yo mensen, Jeraske hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Road to Life USA's Silenced Mo-op. In deze serie moet ik natuurlijk een mo-op halen met dit wapen, de USA's 12 shotgun. En er moet natuurlijk een silencer erop staan, dus vind ik deze serie nog leuk. Rand natuurlijk sowieso kaart op die like knop. We spelen vandaag een Team Defender potje op de map Seatown en we spelen tegen allemaal Yara's. Dus jongens. Oh, ik zag hem niet man. Normaal gesproken loopt iedereen daardoor. Maar hij heeft een andere tactiek. Nou, ik vind het goed jongen. Van mij mag je een andere tactiek hebben, maar ik wil graag eventjes, gewoon eventjes, weet je, niet snel of zo, maar gewoon eventjes mijn mo-op halen. En oeh, ze hebben portable radars liggen. Dat is niet echt ideaal voor mij. Ze hebben overal portable. Oh, gaan we het... Oké, ze weten wie ik ben. Oh, dit is niet goed. Oké, dit gaat shitje worden, jongens. Dus ik het is een party van 4 ongeveer, denk ik. En op het moment dat ik 1 kogel schiet, die kill kan ik niet pakken. Oh, ik was mijn portable radar aan het neergooien. Op het moment dat ik 1 kogel schiet, dan zeggen ze waar ik loop en dan komen ze met z'n 4 achter me aan. Dus het kan in mijn voordeel werken. Het kan in mijn voordeel werken, maar als ze dus de hele tijd met z'n 4 bij elkaar blijven lopen, dan gaat het dus niet lukken. We zitten ook in de kutspan, man. We moeten even zorgen dat die spans flippen, want op het moment... Oh, kut zo. Nu staan ze te campen. Op het moment dat wij hier deden spannen, zijn we de lul. We moeten dus... De enemies moeten hier spannen. En wij moeten spannen waar de enemies spannen. Dan is het ideaal. Dan hebben we het goed. Ja, kom er maar uit, jongens. Zeg maar waar ik sta. Er gaan nu heel veel mensen komen, jongens. Want, zie je, dat zeg ik je. Op het moment dat ik 1 kill heb gemaakt, dan weten ze allemaal waar ik loop. En dan komen ze met z'n 4 achter me aan. Dat gaat niet werken, jongens. Wat kan ik hier aan doen? Ja, dat is een goede vraag. Ik probeer het antwoord te verzinnen, alleen dat lukt me dus niet. Ik dacht dat iemand zag lopen. Ik heb ook geen S6 en ze hebben allemaal portable radars. Komt er sowieso een in mijn rug. Ze weten weer waar ik loop hoor, dus... Komt er een links. Doei. Oké, nu zeggen ze waar ik loop. Nu moet ik opletten. Oh. Komt er al een. Ik weet niet waar die is, man. Ze hebben allemaal... Zie je, ze zeggen echt waar ik loop, jongen. Het punt is... Ah, kut, sorry. Ze hebben allemaal S6 in. En ik krijg die pas als ik nu nog 1 kill maak. Dus... Zitten ze, zoals ik net al zei, ook al samen te werken, dus... Het is nou niet echt het ideaalste potje. Kom maar uit waar ik sta. Dankjewel. Kan ik de kills namelijk oppakken? Ze roepen precies om in een audio waar ik loop, jongen. Hallo teammate. Teammate, ga jij maar voorop. Teammate, lopen maar. Ga maar. Yo. Oh, hij maakt nog een kill ook, joh. Het is zo handig om je teammate met zo'n kut rijshield voorop te laten lopen. Alleen, dan is het natuurlijk niet zo handig dat hij kills maakt. What the heck? Wow, ik wou net zeggen, jongen. What the fuck? Ik dacht dat ik zo ver kon schieten, maar blijkbaar niet. Oké, we zitten op de specialist bonus, jongens. De enemies zitten bij de vlag te campen. Dit is echt een nadenkpotje. Dat is nooit zo leuk, dit soort games. Maar ik moet hier weg. Overleef ik dit? Oké, ik heb het overleefd. Fuck, sorry. Dit soort potjes... Nee, hij komt hierin met die vlag. Oké, nu gaan de spans helemaal kut doen. Jongens, nu ben ik de lul. Waar de fuck is die enemy naartoe? Ik sta niet te campen, hou je mond. Zit er een boven me. Teammate, zit er een boven me. Teammate. Dat is goed zo, goed zo. Dit is echt een nadenkpotje geworden. Ik kan niet meer precies zeggen wat ik doe, jongens. Het spijt me zeer, maar... Ik zit nu zo hard met te concentreren over waar ik naartoe moet, wat ik moet doen. Oh my fucking god. Dus het spijt me zeer als ik even wat stiller ben.
Ik moet hier weg, ik moet hier weg, ik moet hier weg. Teammate, kan ik er langs? Go! Oké. Hij heeft me gekald, hij heeft me gekald. Ik word beschoten. Hij zit erin, binnen. Teammate, teammate. Fuck. Waar zit hij? Doei, 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 doei. Oké. Okay. Oké, okay, als je nu oplet op de gameplay, dan zie je dat ik echt... Hij zit hier rechts. Hij zit daar te campen, man. Als je nu oplet op de gameplay... Dan zie je echt dat ik super... Nee! Tactisch bezig ben! Oh! Ja, kill me nog een keer, joh, vriend. Ik dacht het even niet, hè. Eén keer is genoeg, maat. Eén keer is genoeg. Pff, ah, pak mijn wapen nog even op ook. Ah, had iemand geteld hoeveel streak ik zat, of niet? Anyway, ik kan weer praten. Wat ik dus wilde zeggen is... Als je oplet op de gameplay, dan zie je dat ik heel erg tactisch bezig ben nu. Wat er gebeurde is... Ik zit nu natuurlijk tegen... Ik kan nu de mobile niet meer halen, hoor. Daar ga ik gewoon lullen. Zit ik natuurlijk tegen een dikke party. Die zitten allemaal samen te werken om mij te kunnen killen. En wat ik dus deed is, ik killde iemand en ik rende meteen naar posities toe waarvan ik wist dat ze me niet konden... Zie je, ze kallen me uit. Ze weten precies waar ik sta. Waar ik van wist dat ze me daar niet konden killen. Want op het moment dat ik hier nu iemand kill, dus hier, dan weet ik dat de enemies hier naartoe gaan lopen. Dus als ik dan of recht naar de enemies toe ren, zoals nu, dan... Oké, ja. Hij heeft geen science, hij kon me makkelijk killen. Dan verwachten ze niet dat ik daar al ben. Op het moment dat ik een kill maak en laten we zeggen, ik ren de hele andere kant op. Dus echt gewoon het tegenovergestelde wat logisch is. Dan zullen ze niet verwachten dat ik daar ben. En dat was ik dus de hele tijd aan het doen. Ik was echt gewoon niet logisch aan het rondlopen. En je zag dat ik echt op een hoge streak zat op een gegeven moment. Ik weet niet hoeveel, want ik houd dat nooit bij. Want dan word ik gestrest en daar heb ik geen zin in. Maar ik zat in ieder geval hoog, dat weet ik wel. En... Ja, de tactiek werkte. Alleen ja, het is gewoon... Kijk, het is leuk als je tegen fans komt. Alleen als ze met z'n vier achter je aanrennen, dan is het soms natuurlijk wel irritant. Maar als ik de mop had gehad, dan was het weer chill geweest. Dus het is een beetje... Het is een beetje om en om, zeg maar. Of het nou chill is of niet. Maar alsnog, we gaan wel lekker, hoor. Ik kras hard af met die USA's. Ik heb er weer blind time nu. Ik heb er nu niks meer aan, hoor. Want ik kan het toch niet meer aan op de mop, maar... Alsnog zijn we wel lekker die enemies aan het killen, man. We hebben echt veel kills, volgens mij ook. Denk een stuk of 35 nu of zo? Zoiets? Ik wist het. Ik wist het, jongen. Ja, teammate, er komt er een aan, hoor. Ik wil niet heel veel zeggen, maar je kan wel leuk naar binnen. Ah! Ja, kut, sorry. Ik begin reloaden. Teammate pakt die kill ook niet, hè. Er staat een enemy naast hem, maar oké. Maar jullie hebben wel gewonnen, jongens. Jullie hebben wel gewonnen. Dus sowieso applausje voor jullie. Ik zal zo meteen hun naam even opnoemen. Dan weten ze zeker dat ze ook in de video zitten, natuurlijk. Maar ze hebben wel gewonnen. Ik kan die vlag nog even oppakken voor de geheim. Daar heb ik helemaal niks aan. Ga ik waarschijnlijk dood, maar... Oh, of ik pak nog een kill, oké. Of ik pak nog een kill, oké. Of ik pak... Nee! Oh, ik kon nog... Ik schoot 3 keer, maar ik kreeg hem niet dood. Maar wat zijn hun namen, man? Joost, Daan Banaan, Johan de Dopper en... Ik weet niet of die Leeuw Kerur ook in een party zat. Maar ik heb 46 kills kunnen oppakken, man. 46, bijna de Moab. Dus, ja, het is hem echt, ja. Dat klopt, want anders speel ik niet met een USAS, maar... No camping, ja, dit is hem echt. Ik ben nep, Joost. Nee, je zit in een video, Joost. Dus dankjewel, man. Maar we hadden beide de mol op, jongens. We hadden beide de mol op. En ja, ik weet niet hoeveel streak we zaten. Most kills is flag carry. Ik heb er 2 gemaakt. Ik weet niet hoeveel streak we zaten, maar we zaten hoog. Dus dankjewel voor het meespelen, jongens. Alleen, ja, het is dus aan de ene kant chill. Alleen, ja, ik moest me zo hard concentreren, jongen. De hele tijd. Oké, zij lopen daar nu. Dan moet ik daar naartoe, want ze weten dat ik daar ben. Dus dan moet ik daar weer naartoe. En dan weten ze weer dat ik daar ben. Dus dan moet ik weer een rondje lopen. Dan moet ik daar naartoe. En ja, weet je. Het lukte, totdat ik ging rennen en er een enemy naast me stond. Ik had hem daar niet verwacht. Ik dacht, misschien loopt hij beneden, maar niet boven. Ik had hem niet boven verwacht. Maar ja, shit happens, mensen. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Als je hebt genoten, ram dan natuurlijk sowieso kaart op die like knop. En tot en met de volgende, of dan natuurlijk tot en met een andere video. Bye bye, mensen.